Dit is Jij in de Wijk. Leuk dat je weer kijkt. In deze aflevering staat de jeugd uit de wijk centraal. Wijkreporters Jenne en Paul gaan langs bij een nieuwe activiteit in de Helmerhoek, namelijk Peutergym. Maar eerst, de politie in Enschede heeft een social media team. Maar wat is dat eigenlijk? Nou, het social media team van politie Enschede is een team van inmiddels 14 collega's die zich bezighouden met het posten van berichten op Facebook, Instagram en tegenwoordig ook Snapchat. Nou, in het begin van de Facebookpagina posten we vooral berichten van en door collega's. Bijvoorbeeld dat wij tijdens de kerst wel werken en aan het kerstdiner zitten. Er kwam een keer een leuke politiehond voorbij. Het waren vooral leuke berichten van achter de schermen. Wat voor agenten zit er in het team, social media team? Nou, dat is echt een heel divers team, verschillende leeftijden. Het is wel leuk om te vertellen dat er ook collega's van opsporing in zitten, die zich bezighouden met heling bijvoorbeeld. We hebben collega's die zich specifiek richten op Instagram. Er zijn collega's die zich meer bezighouden met Facebook. En onze basisteamchef Arjan Derksen, die maakt ook deel uit van het Facebook-team. En niet zozeer om leiding te geven of om erop toe te zien, maar ook om zijn visie en zijn dagelijkse werkzaamheden met de burger te delen. Want we hebben allemaal een verschillende achtergrond en allemaal verschillende werkzaamheden. Dus, Wat zijn dit voor stickers? Nou, het zijn volg ons op Facebook stickers. We zijn gewoon heel trots op Facebook, maar laten we vooral Instagram en Snapchat niet vergeten. En Twitter uiteraard. We hebben ruim 15.000 volgers. En we willen natuurlijk een groter bereik, want we willen Facebook ook echt in gaan zetten voor de opsporing, dat de burger ook mee participeert in het onderzoek. Dat we ook een beroep kunnen doen op burgers, dat we preventieadviezen kunnen geven. Dus we zijn gebaat bij nog veel meer volgers, want in een stad als Enschede met 160.000 inwoners, 15.000 volgers, volgens mij kunnen het er nog veel meer zijn. Merk je ook dat dingen veranderen, bijvoorbeeld dat mensen via Facebook contact zoeken? Ja, dat merken we zeker. In eerste instantie hebben we wel de boot een beetje afgehouden om meldingen via Facebook aan te nemen. Gewoonweg omdat we niet direct gehoor kunnen geven en we willen wel een betrouwbare politie zijn. Dus we hadden zoiets van, jullie mogen berichten plaatsen, maar weet dat het niet zoals een 112 melding direct opgepakt wordt. Nu zijn we al beter en professioneler ingericht, want inmiddels bestaan we niet meer uit 2 collega's, maar uit 14 collega's. En pakken we ook meldingen op via Facebook. Dit gebeurt vooral tijdens een volgdienst, maar nog niet, het is nog niet zo ingericht dat we echt melden via Facebook. Nee. Dus mensen moeten gewoon blijven bellen met politie? Mensen moeten echt blijven bellen met 112 of 0900-8844. Maar zaken die kunnen wachten of waarvan ze twijfelen van, joh, is dit nou bijzonder genoeg? Dan kunnen ze dat gewoon via Facebook melden. Alleen ze moeten wel weten dat het niet 24 uur per dag uitgelezen wordt. In de Helmerhoek is een nieuwe groep peuter- en kleutergym begonnen. Wijkreporters Jenne en Paul namen een kijkje. Vandaag gaat Paul Snelling op bezoek bij gymnastiekvereniging Sportlust. Deze vereniging is deze maand op de zaterdagmorgen begonnen met peuter- en kleuterdans en Nijntje Beweegwijs. Graag laten wij u hiermee kennis maken. Op dit moment zijn er 15 aanmeldingen. Wij gaan waarschijnlijk vanaf 1 april de lessen opdelen. Dat zal betekenen dat er een les is van 9 tot half 10 en van half 10 tot 10. Moet je direct lid worden of kun je ook eerst komen proefdraaien? Proefdraaien is natuurlijk mogelijk. Op onze website kun je aangeven dat je een proefles wil volgen. Je mag dan 3 lessen volgen en bij de derde les moet je ingeschreven zijn. Wij vragen om deze inschrijving in verband met verzekering en aansprakelijkheid. En wat zijn de kosten voor de peuter- en kleuterdans daarna? De kosten zijn €8,50 per maand, 12 maanden per jaar. Op zaterdagochtend beginnen we nu om 9:30. De les duurt een half uur. Vanaf 1 april door de enthousiasme en de vele aanmeldingen, zullen we ook van 9 tot 9:30 een les gaan doen.
Veel mensen hebben nog het beeld van een gymnastiekvereniging van vroeger, van streng in de touwen en allerlei oefeningen. En ik zie nu ineens een bewegelijke situatie in de zaal. De gym is aardig veranderd, leek me, door de loop der jaren. Dat klopt. Vanuit KGU zijn er mogelijkheden geboden voor stromingen. Je kunt recreatiegymnastiek doen, maar bijvoorbeeld op zaterdagochtend voor de peuters en kleuters geven wij nu beweegwijs. Natuurlijk zijn wij een hele mooie sportvereniging. Wij geven KGU-lessen. Dat betekent dat wij inderdaad ons focussen op gymnastiek, dans en freerunning. Wij geven dat niet alleen in de Helmerhoek, wij geven dat door heel Enschede. Sporten in de wijk gebeurt ook in maatschappelijke stages. Junior reporter Eline ging langs bij haar klasgenoten. Die helpen bij zwembad De Brug in Glanerbrug. Want ook zij moeten net als ik in hun derde leerjaar een stage lopen. Wat ze daar doen en hoe ze het vinden komen jullie nu te weten. Hallo, wie ben jij? Ik ben Anna Marsevenberg. En waar zijn we op dit moment? We zijn in zwembad De Brug in Glanerbrug en bij de organisatie De Spoel. En wat doe je hier als stage? Wij begeleiden kinderen met een verstandelijke werking tijdens het zwemmen en geven ze zwemles. Wat houdt zo'n zwemles in? Grotendeel van de zwemles spelen de kinderen eigenlijk gewoon in het water, waardoor ze beter concentreren op het moment dat ze daadwerkelijk moeten zwemmen, want ze hebben niet de langste concentratie. En als ze zwemmen, dan zwemmen ze vaak alle manieren zwemmen, doen we even. En dan hebben we zo'n mat met 2 graden erin. En dan moeten ze er onderdoor, dan overheen en dan weer onderdoor. Dat doen we elke les en dat soort dingen. Wat vind je er tot nu toe van? Ik vind het een heel leuke stage. En wat vind je ervan dat je zo vroeg moet opstaan? Dat vind ik wat minder leuk. Wat vind je ervan dat derde klassers een stage moeten lopen? Ik vind het een goed idee, want daardoor krijg je nieuwe ervaringen. Ik vind dit best een goede leeftijd, want op een latere leeftijd zijn ze er toch iets minder open voor, denk ik. En op een vroegere leeftijd dan neem je het niet zo serieus. Ik denk dat ik nu wel genoeg heb gevraagd. Jij mag het water in. 1 uur geven ze dus les aan de kinderen en het uur daarna krijgen ze zelf les. Dit was de video, ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer! Wil je ook laten zien wat er speelt in jouw wijk? Mail ons! Volgende week weer een nieuwe aflevering van Jij in de Wijk. Dan brengen we de speeltuintjes uit de wijken in beeld. Welke verdwijnen en welke blijven? Tot dan!